eentje dan. Jij bent Skrom de Keren, vandaag zijn we terug met een nieuwe vlog. Yes, we hebben weer een autovlog. Ja, we hebben weer een autovlogje. Man, zijn we al een beetje blij? Nope. Oké, jullie zijn blij, dat is mooi. Ik ga vandaag met Peter, die ook mijn auto heeft gemaakt, gaan we even launch control proberen. En even het geluid beter laten luisteren. Want in de afgelopen vlog hebben we niet echt geluisterd naar het geluid. En ik dacht van, nou is het tijd om het geluid aan jullie... Wat zit je nou? Hij is zo blij, hè? Hij is zo blij. Jack is altijd blij als hij weer in de vlog mag. Dan komt hij altijd aandacht zoeken. Dan denkt hij van, hey Kromo, mag ik in de vlog? Nou, best. Wil je meedoen met de vlog? Dus, doe even allemaal een duimpje omhoog. En dan gaan we even de auto starten. Gaan we eens even geluid maken. Jack, heb je er zin in? Dat is een ja. Dus als jullie even duimpje omhoog doen en niet vergeten te abonneren natuurlijk, dan zie ik jullie in de auto. En oh wacht, wat vinden jullie van de kerstupdate? Even wat kerstdingetjes erin gezet zo. Voor de sfeer, even voor de sfeer. Leuk, vet leuk. Nou, laten we nou maar eens even gaan rijden. Let's go. Alright, we staan nu klaar om de launch control te doen. Ik heb één voet op de rem, ik heb één voet op het gas. Hij staat ESP off. Als het goed is, als ik nu gas geef, moet ik vooruit schieten en hebben we launch control. Dus ik ben echt serieus benieuwd. Ik heb het nog nooit gedaan, dus let's go. Holy fuck! Zo de knetter! Fuck! Dat was echt wel hard, hè? Je weet dat het gaat gebeuren, man. De tering! Oh! En dat was echt serieus veel vetter nog dan ik had verwacht. Ik dacht echt van, nou, dat trekt wel lekker door. Maar dit, het was, ik voelde even dat gevoel gewoon van geen kracht. Ik denk dat die camera ook even het plafond heeft gefilmd. Dat denk ik ook. Hij moet het alleen nog eventjes van de buitenkant filmen. Dus ik zal eens even keren zo. En dan kunnen jullie even het geluid horen achter. En dan... Hartslag van 300. Zo, dat ging echt hard. Nice. Oeh, dat was echt wel vet. Ja, dat vond ik serieus wel een leuk dingetje. Nu snap ik ook dat het niet goed is voor je koppeling en dat soort dingen. Weet je, als je dat te veel doet, dat het bakje wel en de motor een beetje op zijn donder krijgt. Boy, yo. Nou, nog maar een keertje proberen dan. Ja, dat zeg ik ook altijd. Als het niet goed is voor de motor, nog een keer proberen. Moet je het ook gewoon aftrappen ook. Prachtige weg hier, hè? Prachtig, echt. Kijk, een huus. Een huis. Oh, is. Donders. Zie je niet vaak. Alright, nice. Nu gaan we vanaf de achterkant filmen en kijken hoe het geluid is. Want dat schijnt wel heel erg dik te zijn. Dus, let's do this. Dus even ergens optrekken, staat in één keer politie daar. Dan gaan ze heel sneaky staan ze hier te wachten. We moeten alleen niet opvallend filmen, maar ze staan daar ons op te wachten. Oh nee, ze staan met jongens te praten daar of zo. Oh. Ah ja, tuurlijk. Heel toevallig staan ze met mensen daar te praten. Jongens, even doorrijden, hè. Meneer de agent. Ja, kijk, daar staan ze. Ze zijn hier de tuin aan het harken, dat is het. Dus ja. Hey, maar hij rijdt ons eruit. Ja, hij gaat echt hard, maar ik durf niet zo hard mee, weet je wel. Want ik ben bang dat ik aangehouden word. Ik kan wel proberen bumper te kleven, maar daar maak ik ook geen vrienden mee, denk ik. Nee. Wel top, altijd als ik dan even het geluid van de auto wil laten horen, dan krijg je weer dit. Vorige keer ook, ik ging rijden, 4 keer politie tegenkomen. Ik kom nooit politie tegen in Barneveld. Nu op de meest doodlopende straat in Barneveld staat aan het eind van de doodlopende straat de politie. Het is niet te geloven. Maar ja, dat maakt verder ook niet uit. Dat maakt het ook weer spannend en leuk. Yeah. Eentje dan. Nou, nog één keer om even af te leren dan. Gewoon even de knetter. Weet je wel. Gewoon omdat er staan ook de jochies heel leuk te wachten. Zal ik even naar ze zwaaien? Ja. Hey, doei hè? Ik weet niet of je ze ziet, ja, denk ik wel. Lusten jullie boerenkool? Houden jullie van boerenkool? Oh, dan ga ik het nu halen. Alright, en we zijn weer thuis. Het was echt vet dat launch control. Dat is serieus sneller dan ik had gedacht. Het ging even. Reclame voor Heineken. Nou, sorry. Dat is niet bedoeld. Maar in ieder geval, het ging serieus echt wel lekker snel. Ik heb ervan genoten. Het was echt serieus leuk. Dus thanks Peter. We gaan nog meer updates doen. We gaan de uitlaat nog even wat aan veranderen. We gaan chippen. We gaan allerlei dingen nog mee doen. Het is echt wel leuk. Dus duimpje omhoog als je het leuk vond.
En thanks voor de support natuurlijk de laatste tijd. Want het is weer gezellig. We doen niet voor Speed Red Dead, die series en zo. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Maar ik krijg nu in één keer een hele dikke doos binnen. En ik denk, holy shit, wat is dit nou weer? Wat is dit voor doos? Dus laten we even kijken wat er in deze doos zit. I don't know what it is. Ik heb een vermoeden. Maar... I'm a knife party in here. Hoppa. Dus dit is eigenlijk een unboxing. Kom maar, Jack. Kom maar. Kijk eens. Oh, wat zit hierin, Jack? Een dikke hardbal. Wat is dit eigenlijk, joh? Ik zit er serieus. Dit is serieus nice. Dus een hele mooie doos zit er in een doos. Dit is Doosception, Jack. Holy moly. Dit is serieus echt een mega doos. Ik denk dat ik weet wat het is. En als dat het is wat het is, dan is het super vet. En als de auto's fans zijn, misschien vinden jullie dit ook wel leuk, misschien niet. Maar het is wel grappig. Het is wel interessant. Dus stay tuned hier. Weet je wat? Ik ga gewoon deze doos kapot maken. Oh boy. Ik zie hier inderdaad iets heel vets op staan, jongens. Kom op, open de deur. Ja, ik zie hier al een soort schuifvlog tekentje bestaan. GeForce RTX. Call of Duty Modern Warfare. Alright. Clipjes. Laten we losmaken. Ik ben echt serieus benieuwd. Ik weet zeker dat het een videokaart is of iets. Deksel eraf. Oh. GeForce 2080 Ti. Maar er zit nog veel meer in. Dus laten we dat even uitpakken en kijken wat erin zit. Holy crap, nice. Allereerst hebben we hier al piepschuim zitten. En dat kan ik natuurlijk niet pakken in mijn eentje. En... een papiertje. Met een klittenbandje gesield. Wauw. Ah, dit zijn allemaal mooie kaarten van de game. Voor de mensen die het niet weten. Call of Duty Modern Warfare. Holy moly. Nice. Ja, dat is natuurlijk dat RTX. Dat is super nice. Ik zal het wel even laten zien. Een stukje gameplay. Als je het zeg maar met en met zonder hebt. Dat is trouwens echt heel erg vet. Dus dat is dus het verschil met mijn oude videokaart en de nieuwe videokaart. Dus dat betekent dat deze veel krachtiger is. En daar heb ik dus zin in. En hij zit hierin. Oh boy. Oh boy. Maar we pakken deze wel even als laatste uit. Oké, dit is... Oh, nice. Wat hebben we hier? Een stukje piepschuim. Ik ben dol op piepschuim. Hallo? Holy crap. Wat is dit? Sick. Dit is een night vision bril volgens mij, man. Zou die ook werken? Holy moly. I like that one. Wat is dit, joh? Wait a minute. Hier zitten echt stroomkabels bij. En balletjes, dat is nice. Er zitten stroomkabels bij, dus deze doet het serieus echt. Holy crap, als ik er doorheen kijk zie ik een filmpje van Modern Warfare. Holy moly, het werkt echt. Maar zou die het ook serieus... Wacht even. Oké, Google, lamp uit. Sick! Dit is serieus night vision wat werkt. Wacht even, ik ga het nog donkerder maken. Oké, het is nu serieus knettertje donker. En ik weet niet of je dit op de camera kan zien. Ja, jullie kunnen het ook zien. Dit is serieus zo vet. Ik weet niet of jullie echt wat zien op deze tafel, maar oh! Sick! Night vision. Oh, ik struikel over mijn videokaart. Ik zie helemaal niks. Dus ik moet de lamp echt even aanzetten. Holy crap. Dit is serieus vet, ouwe. Hij doet het gewoon echt. Ik moet hem even opladen. En dan ga ik hem binnenkort nog eens een keer even testen. Dit is echt super dik. Dankjewel, Call of Duty, voor de night vision. Nu kan ik in het donker kijken. Oh, nu ben ik de man. Check. Je gaat toch niet aan een mes lopen ruiken hier? Je maakt er een messie van, man. Come on. Kunnen we. Alright. Tot zover de night vision. Wat hebben we nog meer? Want... is dit gewoon een loze doos verder? Gaan ze zo'n grote doos maken en er niks meer inzetten? Kan dit open? We got something else over here. Oh. Ja, dit is serieus ook wat. Dit is serieus ook wat. Eens even kijken wat dit is, jongens. Dit ziet er ook wel weer leuk uit, maar ik zou niet weten wat het is. Oh. Er zit een bouwtekening bij. Ik weet niet wat die bouwtekening is. Wat is dit? Ik denk dat dit een houdertje is of zo. Ik ga er nog even naar kijken. Hij moet over zo.
Hij moet ongeveer zo. Dit is serieus gewoon een zacht kussen. Jack, dit is jouw nieuwe huis. Jack, kom hier. Kom, Jack. Jack, dit is jouw nieuwe huis. Kom, kom. Oh, dat is knetter chill, Jack. Nou, slaap lekker, hè, Jack. Slaap lekker. Ga maar slapen. Zo, ga maar slapen. Slaap lekker, Jack. Nou, in ieder geval, dat was knetter nice. Nou, de videokamer eens even uitpakken. You kidding me? Nee, ik wil altijd de doos netjes houden, maar hier zit een plakketje, een seal erop en die trek ik los. Heel de doos weer stuk, thank you. Oh, cool. Man, wat is dit apart verpakt? Oké, het gaat allemaal weer net goed. Ik laat hem gewoon kapot vallen hier. Look at my new beautiful videokaart. Zo, dit zijn wel Steinse kaartjes trouwens. Check, wat vind jij ervan? Goedgekeurd hoor jongens, goedgekeurd. Check this out. Oh boy. Night vision, dikke videokaart en een stuk plastic. Yeah. Nee, even serieus, Nvidia super dupertjes bedankt voor de nieuwe videokaart. Ik had zelf de 1080 hier, dus ik had wel echt zin in een update al. Ik was al aan het kijken voor een nieuwe videokaart, dus dit komt perfect uit. En Call of Duty ook bedankt, want het staat ook op de doos, dus het zal wel wat met elkaar te maken hebben. Heel erg bedankt. Check, ben je ook blij ermee met je nieuwe huis? Ja, Jack is heel blij met zijn nieuwe huis, dus die vindt het wel chill. Jack! Au, niet bijten! Au! Ben je blij met je nieuwe huis, Jack? Hij is serieus blij mee. En ik dus ook, dus we zijn allebei blij. Wij zijn echt nu heel... Heel erg blij. Doe allemaal een duimpje omhoog voor deze dikke vlog. En dan zie ik je helemaal snel ook bij een volgende video. Vergeet niet te abonneren. En nogmaals bedankt allemaal voor de support. En special thanks nogmaals to Nvidia en Call of Duty. Nu kan ik de rommelwegen opruimen. Top. Doei. Bedankt allemaal voor het kijken. Vergeet niet te abonneren natuurlijk als je het leuk vond. En het duimpje omhoog te doen. Als je merchandise wil, link daarvan staat in de beschrijving. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Yo.